Als je informatie zoekt, dan ga je naar de bibliotheek. Wil je een lekker leesboek? Dan ga je naar de bibliotheek. Voor veel mensen is een bezoekje aan de bibliotheek een gewoonte, maar ook een lekker uitstapje. Ook al weet je niet precies wat je zoekt, je komt daar altijd wel weer naar buiten met iets leuks. De bibliotheek is er voor iedereen en ontstaan om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met boeken en informatie. Dat doet de bibliotheek nog steeds, maar dat doet de bibliotheek samen met andere instellingen. De Openbare Bibliotheek Wijchen staat namelijk met twee benen stevig in de Wijchense maatschappij. Bijvoorbeeld het internetcafé voor ouderen, dat de bibliotheek heeft opgezet samen met Meer Welzijn Wijchen. Ik ben Hans Wievering, ik ben een van de vrijwilligers, 6 vrijwilligers, die hier ons de beurt om de week zo'n beetje dienst doen. Om mensen wegwijs te maken op een pc, met name op internet gebeuren. Dat ouderen die zijn thuis, waren ze bang om met een pc om te gaan. Ze dorsten niet, waren onbekend. En hier konden ze dus internet leren, een beetje van een pc gebruik maken. En daardoor hebben ze zelf een pc aangeschaft. Ook het basisonderwijs maakt graag gebruik van de diensten van de bibliotheek. Ze leren onder andere woorden koken met vos en haas. Op speelse wijze leren de kinderen waar ze leesboekjes op hun eigen leesniveau kunnen vinden. Wij waren vandaag in de bibliotheek met groep 3 van de Antoniusschool. En we kwamen hier kennis maken, want niet alle kinderen die zijn gewend om naar de bibliotheek te gaan. Ik vind het heel belangrijk dat ze ook ervaren dat niet alleen maar lezen iets is van school, maar dat je dat ook thuis doet en op de bibliotheek kunt doen. En bovendien, als je veel in contact komt met boeken, met woorden, met zinnen, dan krijg je er veel meer plezier en dan ga je heel graag lezen. Maar de wereld verandert. Wat betekent dat voor de bibliotheek? Is een bibliotheek nog wel nodig nu de samenleving en het informatieaanbod steeds sneller digitaliseert? Als er geen papieren boeken meer zijn, geen dvd's en cd-roms, wat moet de bibliotheek dan nog? De bibliotheek zal er anders uit gaan zien. De bibliotheek zal haar collectie op een andere manier presenteren. Door de materialen anders te presenteren, meer zoals in een winkel, maakt de bibliotheek het de klant makkelijker om een keuze uit het enorme aanbod te maken. De kinderen die in de bibliotheek komen, zullen actiever bezig zijn om de wereld om hen heen te ontdekken en te onderzoeken. Dat gaat de bibliotheek niet alleen doen, maar samen met deze kinderen. Ook in de digitale ontwikkeling zullen gebruikers hun aandeel kunnen hebben. In de nieuwe website voor de bibliotheek zullen veel meer mogelijkheden tot interactie zitten. Leden kunnen recensies plaatsen voor boeken, films en dergelijke. Met deze recensies en waarderingen kunnen ze andere leden weer een advies geven. De website geeft leden ook de mogelijkheid om de site meer persoonlijk te maken, om die informatie te zien die ze nodig hebben. De wereld verandert, waardoor de rol van de bibliotheek verandert. En de bibliotheek is misschien nu en straks wel meer nodig dan ze ooit geweest is, om mensen wegwijs te maken in de overrompelende hoeveelheid informatie, zodat ze in staat zijn om zelfstandig hun plek in de samenleving te vinden. Het doel van de bibliotheek blijft ondanks deze veranderingen overeind staan. De bibliotheek maakt je wereld groter en rijker.